Goedemorgen Jonathan en proficiat. Dank je, goedemorgen. Goedemorgen. Echt, wow, fantastisch. Hè? Ja, je bent 18 en daar dan die gouden medaille binnen gehaald. Had je daarvan gedroomd eigenlijk? Oef, nee, natuurlijk niet. Dat is echt een fantastische ervaring. Maar ja, daarvan kunnen dromen. Als we kijken naar wat voor soort team dat we hebben, dan wisten we eigenlijk wel dat we inderdaad wel heel sterk stonden. Ja, jullie lijken ook alle vier op elkaar. Dat is zo grappig, hè? Als ik jullie foto's naast elkaar zag, dacht ik eigenlijk... wie is hier de vreemde eend in de bijt? Het is echt zot hoe jullie op elkaar lijken, fysiek, hè? Ja, dat hebben we inderdaad al vaker gekregen, dat het inderdaad... Ja. Ik val niet te hard uit de boot. Nee. Je lijkt zelfs meer op Kevin en Jonathan dan dat Dylan erop lijkt, eigenlijk. Zeg maar, er staat in de krant... Ik zal maar even iets zeggen, want er staan heel veel artikels over jullie, over jou in de krant. Maar bijvoorbeeld het Nieuwsblad kopt vandaag... En Sakor is nog beter dan de Borlees. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Hè. Die mannen zijn al zo lang aan het meedraaien in die atletiekwereld. Na 30 jaar nog altijd zo'n mooie prestaties kunnen leveren. Zilver en brons op een EK. Ik ga wel heel erg mijn best moeten doen in dat ik op dat niveau wil geraken. En ik kijk nog altijd heel erg naar hem op. Dus ik denk wel dat je dat zo niet kunt zeggen. Maar joh, je heeft toch goede antwoorden. Hè? Je kan ook goed babbelen, hè, Jonathan. Soms is dat wat moeilijk met sporters om te babbelen, vooral met wielrenners. Maar als loper... Hij spreekt ook Vlaams, ook al heel fijn. Hè, dat we met de Borlée kunnen we zo niet bellen. Nee, dat is wat moeilijk. Kortom, we zijn helemaal fan van jou, Jonathan Sakor. Echt waar. Dank je. Behalve, ben jij professioneel met lopen bezig? Of studeer jij nog? Ik heb juist met humaniora afgemaakt en we hebben gezegd dat we al onze beslissingen voor volgend jaar, die gaan we nu moeten nemen inderdaad. Waar ga ik studeren, wat ga ik studeren, wat zijn de plannen? Dus het is inderdaad al opeens allemaal heel snel gegaan, dus we gaan allemaal even moeten samen zitten om te beslissen wat we gaan doen. Maar en heb je, wat zou je willen doen? Bepaalde interesses? Ik wou misschien inderdaad naar de United States gaan om daar een scholarship te krijgen. Om daar dan één jaar mijn atletiek verder te zetten. Wauw. Ja, super. Dat hebben ze ook gedaan, geloof ik, hè? De Borlées. Die hebben toch ook... Inderdaad. Ja. Dan zou ik eigenlijk een beetje in hun voetsporen gewoon eigenlijk exact hetzelfde doen als hun. Gewoon een jaartje of twee gewoon ervaring opdoen in de States. Ja. Atletiek in de Verenigde Staten is natuurlijk nog op een heel ander niveau als hier in België. Ja, maar ik heb wel het gevoel, mijn papa heeft ooit nog lang geleden ook nog gelopen. Is nog een nationaal trainer geweest destijds. En hij zegt, het frustreert hem altijd dat er zo weinig aandacht is voor atletiek. Hè, dat die andere sporten... Maar ik heb wel het gevoel dat met wat jullie allemaal aan het doen zijn, dat het toch enorm aan het kantelen is. Jullie zijn echt voor atletiek echt fantastische dingen aan het doen. Ik hoop inderdaad dat we kunnen laten zien aan iedereen dat atletiek ook een enorm mooie sport is. Zeker 4x400, hoe spannend dat wel niet kan zijn. Maar onwaarschijnlijk. En ik hoop inderdaad dat we misschien wel veel fans kunnen krijgen. Ja, ik ben er vast van. Kunnen kantelen naar atletiek. Ja, maar dat is destijds ook met Kim en Justine, toen die zo goed aan het tennissen waren, wou iedereen gaan tennissen. Dus ik denk dat de loopschoenen weer gaan aangebonden worden. Dankzij jullie. En Naf natuurlijk ook echt fantastisch. Ja. En Koen, echt super. Allee, vooruit. Tof dat je bent wakker geworden. Is het nu wat rustige dagen of ben je nu aan het voorbereiden op nog meetings die er ook gaan komen? Ja, dat komt natuurlijk altijd voor de Memorial van Damme, maar we nemen in stap voor stap en we gaan nog bespreken met Jacques wat we gaan doen voor de rest van het seizoen, want het is al wel redelijk zwaar geweest voor mij. Ja, oké. Okay. Heel veel succes en hopen dat de Borlées ook nog een tijdje willen blijven lopen, hè, want dan hebben we nog mooie jaren voor de boeg. En ook nog een beetje van het leven genieten, hè. Af en toe frietje en een koolakken, hè. Ja, allee. Doe je dat, Jonathan? Dat komt nu allemaal. Komt nu allemaal. Rules gear. Allee, heel veel succes en we zullen nog vaker horen. Ik voel het al. Jonathan, merci. Dankjewel. Bye-bye. Bye-bye.